lekkers. Kikkers maken. Geen school, want we zitten midden in de coronacrisis. Maar ik ga vandaag weer een poging doen wat thuislesjes te geven. En we hebben geen plan vandaag, dus we zien. Zo, we hebben ons ontbijtje op. En het is dinsdagochtend. En normaal gesproken gaan de kinderen nu dan naar school. En heb ik de afgelopen 2 weken de kinderen thuis zelf les gegeven. Maar ik moet zeggen, jongens, dat ook ik er niet altijd zin in heb. Laat ik het daarop houden. Kijk, hier hangen de briefjes van het schoolritme. Maar het is inmiddels alweer bijna 10 uur, 10:30. En de kinderen die zitten op de bank een filmpje te kijken. Van Bibi! Kijk, wat is Bibi aan het doen op het moment? Nee! Wat is ze aan het doen? Bij wie woont om het logeren? Ze is aan het logeren bij een pretpark. Ja, dat gaat nu dus niet natuurlijk, hè? Nee, we kunnen nergens naartoe. Mijn mam? Ja. In de avond kan wel. In de avond, ja, dan is er niemand. Dat klopt wel. Dat is wel weer een ding. Hey, maar jongens, eigenlijk moeten we naar school. Nee, als dit filmpje afgelopen is. Ja, maar... Maar wat gaan we over leukste moeten het zijn? Ik weet niet, wat kunnen we gaan doen vandaag? Dat is dan wel echt weer een ding. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het soms best wel een uitdaging is natuurlijk om... De kinderen te vermaken, maar ook natuurlijk een leuke vlog voor jullie te maken. Nu we de hele tijd alleen maar binnen kunnen hangen en niet echt ergens naartoe kunnen. Zelfs de simpele uitjes als boodschappen doen en zo, dat vloggen we nu dus niet meer. Omdat Daniel alleen even de boodschappen doet. En we niet meer helemaal uitgebreid boodschappen gaan doen. Omdat we met corona gewoon beter zo min mogelijk met z'n allen ergens heen kunnen gaan, zeg maar. Wat voor de veiligheid voor het gezin natuurlijk top is. Bezoekjes bij opa en oma zit er ook niet meer in. Die hebben we ook al echt een hele tijd niet gezien. Maar wat gaan we dan wel doen? We kunnen niet heel erg op de bank kijken. Dat jij alleen maar ja mag zeggen. Ja, maar je kunt nergens heen. Je kunt wel zeggen van... Ja, dan gaan we gewoon bij bol.com daar iets bestellen. Of een pizzaatje bestellen. De stopdans doen. Of in het parkje, in het grote Fortnite-parkje, verstoppertje doen. Dat kan allemaal wel. En dat is ook heel erg leuk. Dus. Maar dan mag je echt alleen maar ja zeggen bij alles. Bij alles. Ja, maar we gaan niet heel veel dingen bestellen via bol.com. Nee. Ja, ik hoor het alweer aan jouw toon. Je wilt van alles weer online bestellen volgens mij. Een box. Boxen. Nee. Ja. Nee. Oké, maar als je vandaag, als ik vandaag alleen maar ja mag zeggen, wat zou je dan ongeveer een beetje vragen? Dan weet ik een beetje of ik daar ja tegen kan zeggen. Mag ik een lolly? Ja. Nou ja, dat is nog wel een ding. Dat kan wel. En mag ik een ijsje? Ja. Nee, maar dat hebben we niet in huis. Maar mag ik op de bol.com iets leuks bestellen? En dat kunnen we dan. En dat kunnen we. Dan hoop ik als het op vrijdag komt, kunnen we daarmee spelen. Wat zou je willen bestellen dan? Ja, maar wel. Oh, wacht even. Je bent ook helemaal niet jarig. Nee, Lu, je kunt niet zomaar dingen bestellen. Je bent ook nee, ik bedoel, zo. Oh. Geen box, don't love, no whatever, krijg ik alleen maar voor een verjaardag. Maar, misschien... Nou? Ik moet even over nadenken. Je weet het toch niet echt. Kan ik een iPhone bestellen? Nee, we gaan geen... Nee, daar zeg ik geen ja tegen. Oké. Nee, daar ken je weer wat dan. Nou, we kunnen toch gewoon leuke dingen doen vandaag. Dan mogen jullie bedenken wat we gaan doen. En dan zegt mama daar gewoon ja tegen. Alleen, we gaan geen boxen bestellen, we gaan geen iPhones bestellen. Dat is echt even dan. Goed? Wat dan? Alleen maar vandaag op de iPhone zitten. Nee, dat gaat niet worden. Dan wordt het een hele saaie dag vandaag. Mama. En Lucilla mag eigenlijk niet op de bank springen. Wat heb jij? En mam, mag ik op de iPad? Oh, kinderen. Ja, doe maar dan. Ja, weet je, ik doe het niet. Oh, phew.
Gaan we nog wat leuks doen vandaag? Gaan we nog wat leuks doen? Zullen we samen een taart maken? Ja. Je mag alleen maar ja zeggen. Dat is inderdaad een leuk idee. En we hebben allemaal hele leuke taartbankdingen. Oké. Okay. Cupcakes, dat weten we allemaal wel. Ja. Een taartje, dat lijkt me wel leuk. Zo. Nou, wat voor taart hebben we nog? We kunnen niet naar de winkel. Nee, maar we hebben heel veel lekkere snoepdingen. Okay. Dit is namelijk de snoepkast. Oh, deze is wel leuk. Dat kan. Ik heb even alleen de lolly. Lolly? Uh-huh. Ja, nou ja, doe maar dan. Uh-huh. Lucilla heeft trouwens een heel leuk haarstukje in. Dat heeft ze al een paar dagen in. En we hebben het in een vlog wel verteld. Maar dit is een haarelastiekje met haar. Waardoor het lijkt dat Lucilla een hele mooie grote knot heeft, hè, schatje? Hé? Hey? Ja. En ze is er zo, ze is er zelf zo fan van dat ze hem iedere dag in wil. Hier ben ik ook fan van. Waar ben je ook fan van? Ik heb haar in de iPhone gelaten. Waar ben je fan van? Wat gaan we doen? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Staart. Huh? Staart. Staart? Ja, wat is dat dan? Oh, kijk. Nou, oké. Okay. Lucilla is vandaag een poes met een echte staart. En Luxie, ben jij er opgeklopt? Heeft ze het helemaal zelf gedaan? Ja, ik denk het wel. Ik heb haar niet geholpen namelijk. Wat ben jij aan het doen, Luxie? Wil jij ook wat lekkers? Oh. Hé, moet ik ook ja zeggen tegen Luxie? Ja. Wat wil je dan? Mag ik graag een lolly? Een lolly? Nou ja, dat kan alleen maar ja zeggen. Nou, we gaan lollies eten, we gaan een taart bakken. Kinderen toch? Oh, Luxie, helpen? Oh, kijk Luxie. Ja. Dit zo. Zitten er nog wel lollies in? Oeh, er zitten nog net een paar lollies in. Mij. En ze weet precies hoe het gaat. Kijk, ze legt het geel precies op de gele vlakjes. Ja, dat is en het blauw. Goed. Ja, ik vind het echt heel goed. Ja! Oh, Luxie. Is hij gevallen? Ja. Oh, even kijken. Kijk eens. Die was gevallen. Ja. Goed zo, Luxie. Kan ik je helpen? Zo. Welke moet er nog meer bij, Luxie? Doe maar goed uitzoeken. Kijk maar of Luxie het zelf kan. Dat is niet het goede figuurtje. Dat was een doet, ja. En dat is blauw. Goed zo. Laat Luxie maar doen. Kijk maar alsof Luxie het kan. Nou Luxie, welke moet erop Luxie? Zoek maar uit. Uit de bak. Ja, goed zo. En welke moet hier dan? Die moet daar. Goed zo. Ja, Luxie. Heel goed van jou. Ja. Dat kan, Luxie. Goed. Heb dit al even opengemaakt. Vandaag was het er open is. Nou, we hebben een mixer nodig. Mm-hmm. Een taartvorm. Ja. Bak. Een bak. Ja. Twee keer bak zeggen. kleine stukjes boter. Een beker met een beetje water erin. Mm-hmm. Het lijkt op melk, maar het is slagroom. Ja. Van die kleine marshmallowtjes erin. Dus we hadden geen aardbeien voor versierdingen. Dus dan doen we maar deze kleine marshmallowtjes op. Maar van het kwark, daar zit al aardbeien bij. Dus daar hoef je geen zorgen voor te maken. En nog één kwark. Hartstikke dus, goed. Dus we hebben alles. Ja. Goed zo! Hey, allemaal de goede vormpjes, ja. Het goede plaatje. Goed hoor. Dus even kijken, jongen. Doe het water samen met de kwarktaapmix in een beslagkom en klop dit met de mixer door tot een glad deeg. Als we vandaag een saaie dag hebben, dan kunnen we wel een lekkere taart maken. Net als coronavirus ook. Ja, vervelen jullie nog niet thuis? Ja. Ik vind het wel jammer dat je dan niet meer nergens naartoe kan, zoals naar je opa en oma. Of dat je een dagje uitgaat, zoals naar een pretpark, of naar Monkey Town, of naar Jumbo, wat dan ook. Mm-hmm. Het is wel jammer dat je dat niet mag van de koning nemen. Nee. Ja, maar ik hoop dat het snel voorbij gaat, want dan kan je weer uit je huis een ruimte. Ja. Oh, heerlijk. Frisse neus halen, lekker spelen. Nou, een frisse neus halen doen we nog wel een rondje, ja, met de rondjes in ons eigen parkje. Ja, maar ik bedoel een grote. Hele grote. Ja, Luxie. En zo. Dan? Het water. Maar
zetten we de bodem even te harden in de koelkast. En dan moeten we eventjes wachten. Ben je verstoppertje aan het spelen? Oh, is ze daar? Is ze daar? Waar is ze dan? Ik zie ze niet. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daar zit ze hier niet, hè? Nee. 12, 13, 14, 15. Hier is ze niet. Schatjes. Bal. De bodem is inmiddels weer uit de koelkast. Die is hard geworden. En nu gaan we het beslag in de bodem doen. Deze avond is twee. Ja, het gaat wel goed. De hele taart goed verdelen. En dan moet hij weer de koelkast in. Oh, Luan. Mag dat wel? Lekker? Ja. Ja? Nee. En nu moet hij 2,5 uur in de koelkast. Zo, goed zo. Nou, top. Goed gedaan. Nou, even wachten. Goed dicht. Nou, en wachten. Wij zijn weer even lekker op de bank geploft met z'n allen en Luan wou in de iPhone. Maar wat gaan we doen, kinderen, met de iPhone? Ik zit daar ergens, ik weet niet. Bol.com, ik zou vertellen wat de bol is. Oh ja, de bol.com, is eigenlijk een soort winkel, maar dan online. En ik wil daar iets leuks op bestellen. Oké. En ik had het al even klaargelegd. Oké. Wat ik wou doen. Wat heb je daar? Mag ik een leesboekje voor mij kiezen? Want heb hier al één leesboekje. Want ik heb hier al één leesboekje van. Ik weet, waar staat die? Ja, ik kijk altijd even alle boekjes voordat ik uitkies. Je gaat alle boeken even. Ja. Ik lees graag. Die ziet er leuk uit. Ja. Ik kijk die even ook naar. Wat lees jij? Wat lees jij? Mm-hmm. Ja. En ik dacht, ik ga voor deze. Deze? Ja. Oké, nou doe maar in het winkelwagentje. Zo ziet hij eruit. In mijn winkelwagentje? Ja, in je winkelwagentje. En nou, gaat hij leeg? Nee. Even terug. Waar moet ik? Waar zet je nou? Hier. Oh. Ja, kijk. In dat knopje. Hier? Die? Dat gele knopje is het winkelwagentje. Ja, dan zit hij in je winkelwagentje. En komt hij dan ook? Ja, dan moet mama hem eerst nog even... Moet mama hem eerst nog even betalen. Wil je ook iets bestellen? Van prinsessendingen? Ja. Doe maar iets voor school. Mama, mag ik deze? Een kleurboekje. Nou, dat is misschien nog wel leuk. Op die gele knop. Ja, oké. Okay. Luxie heeft iets uit de kast gepakt. En dat is dit spelletje. Ze wil een pomme-spelletje spelen, schatje. Yay. Goed zo. En dan moet je pakken wat je hoort. Wat hoor je daar? Dat was een paard, hè? Ja, dat was een paard. En Lucilla, wat wilde jij doen, Lucilla? Sminken. Lucilla wil sminken. Ik wil een poes worden, maar dan is die oranje. Een poes, oké. Okay. Nou, dan ga ik jou als een poes maken. Met die Pumba. Ja. Wat is dat, Pumba? Ja. Goed zo, een Pumba plaatje maar. Deze? Ja, maar dan wil je die alles van hele gezichten. Oranje en dan snoerhartjes zwart. Ja, ik ga wat moois maken. De neus ook zwart. Ja. En dan is het even klaar. Nee, ik ga er even wat moois van maken. Goed? Oké. Mama! Ja. Dat is poesje, hè? Even kijken.
Silapoes. Ja. Heb je ook een staart? Kijk, ja, ik heb ook een staart. Ik heb iets cools gevonden. Luan, wat heb jij gevonden? Ja, Luan heeft wat uit de kast gepakt. Ik heb, zoals jullie weten, krijgen wij zo nu en dan wat speelgoed opgestuurd. Wat ik niet altijd gebruik, overigens. Wat is er? Lolly. Lolly? Jij mag ja zeggen. Oh ja, pak maar. En dat heeft hij dus uit de kast gepakt. Dit hebben we dus een keer gratis gekregen van een bedrijf. En ik heb wel eens een keer een auto laten zien, maar we hadden er nog eentje gekregen. En die heeft hij uit de kast gepakt. Wow, ja! Yeah. Worden. Ja. Ja, Luxie wil ook. Nou, dan gaan we eens even kijken. Wat gaan we van Luxie maken? Zullen we een clowntje maken van Luxie? Luxie clowntje. Wil Luxie een clowntje worden? Of een poesje. Wil ik een poesje? Of een tijger. Hetzelfde als Lucilla, hè? Ja, ik wil hetzelfde als Lucilla. Nou, moet je even naar mama kijken? Lux, mama kijken. Kijk. Luxie ook een poesje worden? Wauw. Ja, dat is Priscilla, hè? Ja. Mooi. Ja. Zo. Oeh, dat kietelt, hè? Oeh, dat kietelt. Zo. Ja. Oh, zit je mooi stil? Oh. Mooi. Ja. Mooi, hè? Ja. Geef maar even een man. Ja. Even het mondje open. Ja, goed zo. Zo. Zo, en dan gaan we nog een neusje doen. Kijk. Mooi neusje erop. Poesenneusje. Ja, dan ben je ook een poesje. Ja, een neusje. Zacht. Ja, maar dan maakt het veel. Ze konden niet wachten. Nou, Luan snijdt hem mooi in puntjes. En hier een bordje. Ik ben de enige man vandaag, dus. Ja. En mama die snijdt vaak taart. Is dat zo, jongen? Ja, bij ons snijdt papa de taart wat aan, hè? Ja. Zo. Kijk eens. Die heeft me aan. Die is. Alsjeblieft, je mag hem zo meteen nog versieren. Nog even wachten. Ja, je mag ik wil ook. Die jokker. Die wil ik. Zo. Oeh.
Luxie ook? Ja. Oh, Luxie. Oh. Ham. Zo, kijk eens. Oh, lekker, lekker. Nog even wat lekkere spekjes erop. Oeh, jongens. Dat ziet er lekker uit. Oeh, oh. Oh. Dat is lekker. Oh. Oh. Probeer dat spekje te pakken. Oeh, smaakt die lekker? Ja. Goed, Sallyfie. Kijk dan, schatjes. Zitten ze hoor, drie op een rij. Te smikkelen van een kwarktaartje met spekjes. Kwik, kwak en kwak. En gesminkt. Oh, ja, moet ik je weer helpen, liefie? Kwik en kwak. Onze kwik, kwak en kwak noemen we jullie, hè? Ik denk kwik. En zo kwam er toch nog een mooie draai in deze dag, hè, jongens? In schooldag, ja. We gingen Jackie er ook naartoe, want ze wilde graag naar hem spelen. Oh. Maar ze gingen naar mijn vader toen we ze zijn gescheiden. Ja? En elke keer, ja, nu. En toen zei ik, Jackie, wat doe je hier? Mag ik naar binnen? Maar we zijn vandaag vrij. Oh. Maar het is vandaag toch niet woensdag? Nou, en toen kwam nog de moeder. Ja. Toen zei ik, je moet nu naar je moeder toe. Woensdag, ja, woensdag gaan we spelen. Oh, elke keer naar het raampje, meisje. Weer terug. Naar het raampje, weer terug. Ja. Dat was wel weer 5 keer, elke keer gebeurd. Hé, maar wie zit er op jouw rug, jongen? Luxie. Hé, hey, Luxie. Wil je wel een paardje spelen? Gekkie. Schatjes. Jullie zijn zo lief. Oh, mijn ijsleg. Wie hebben we hier weer? Bonjour. Waar ben jij geweest al die tijd? Ik ben... zit in quarantaine, Sjaak. Ik moest even op weg voor iets heel leuks. Dat we zaterdag gaan doen, anders ben ik op de Defensor. Moesten er kabels gekocht worden, camera's gecheckt worden. Dan gaan we iets heel leuk doen, live met jullie een soort live meeting. Nee, live Bellinga Fanshow komt eraan. Die hebben jullie als goed is al gezien. Als je hem hebt gemist, volgens mij kun je hem in de Bellinga Fan app kun je hem terugzien. Ja. Dus Daniel, die was even wat dingetjes regelen achter de schermen. Op jacht. En, wat is er gebeurd met je baard? Kijk, ik heb een trimmer gekocht. Niet gesponsord trouwens, gewoon gekocht. Ja? Een 7-in-1 setje. Dus hier kan ik mijn baard mee trimmen, mijn haren mee knippen. En in al deze 7, kijk, dit is stubble look. Ja, het ziet er heel goed uit. Short beard, long beard. Want Daniel kan natuurlijk niet naar de kapper. We kunnen allemaal niet naar de kapper, maar voor mij is het niet zo'n ramp. Voor de kinderen ook niet. Maar voor Daniel begint het nu wel een beetje een losse koep te worden. Ik denk als jij dit morgen gaat proberen. We gaan het kijken of we het morgen gaan doen. Maar goed, ik ga eventjes wat eten maken, want het is weer een beetje einde van de dag. Oh, en daar heeft ook nog kibbeling meegenomen. Yes. 1,5 meter afstand van de visboer. Ja, van onze zingende visboer, Nico. Een lekker zakje kibbeling. Lekker. Vond je het weer een leuke vlog? Doe de duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op een belletje en we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei. Voeg je hart, boom, boom, mee. Feest lekker met ons mee. De hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boom, boom, mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boom, 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 mee. Dans mee en blijf je